Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. Zoals u weet brengen wij u in dit programma informatie, inzichten en vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname ook in haar greep houdt. Nou, momenteel zijn er geen COVID-19 positief geteste personen in Suriname. De teller is gebleven op 10, waarvan 9 COVID-19 genezen verklaard zijn en 1 persoon helaas is overleden. Er zijn 576 personen nu in quarantaine. Vandaag hebben we ook een gast in de studio. En vandaag is onze gast Dakaya Lens. En zij is directeur van Villa Sapakara. Natuurlijk gaan we met haar praten over hoe Villa Sapakara het heeft ervaren deze periode. En hoe zij in de toekomst ermee zullen omgaan. Want COVID-19 gaat niet weg, niet nu. Hoe gaat het? Goed, Priscilla, hoe is het met jou? I go. Dakaya, vertel even het kort over jezelf. Wie is Dakaya? Wie is Dakaya? Ik ben begonnen als Engelse vrouw een paar jaar terug. En toen was er sprake van de opening van een kindermuseum. Dat is nu ruim 11 jaar terug. Het leek me een hele interessante uitdaging. En laat me zeggen dat het de enige baan is die ik zo lang heb gehouden. Dus ik zit daar nog op mijn plek. Ja? Ja. Dakaya, hoe heb jij het ervaren, de COVID-19 situatie? Persoonlijk, hè? Persoonlijk. Ja. Je hebt door dat er iets ernstigs aan de hand is. Maar vanaf het begin wilde ik me niet laten leiden door angst, maar gewoon door liefde. Mm-hmm. Dus ik heb heel veel filmpjes gekeken van wat is er hier eigenlijk aan de hand. En ook aan het werk, als je leiding geeft, paniek is niet de juiste manier om dat te doen. Dus ik wilde gewoon vanaf het begin zelf mijn hoofd koel houden. Mm-hmm. Gezonder eten, weer voor jezelf gaan koken, meer voor jezelf gaan koken. Bewegen, naar positieve berichten kijken, ja. Waardoor je niet meegaat in die hele hype van angst. En dat heeft geholpen. Het mooiste wat we hebben gedaan is gewoon met een groepje ook, omdat je niet meer fysiek samen kan zijn. Maar in geest kun je altijd samen zijn. Hebben we afgesproken om elke avond om 9 uur iets te doen dat ons spiritueel voedt. Oh, okay. En dat kan zijn wat was dat? Iets... bidden voor christenen, voor de moslim, misschien extra bidden of chanten. De mensen die niet geloven, naar iets luisteren wat je prettig vindt of dat je rustig maakt, mediteren, noem maar op. Iets waarvan jij vindt, dit voedt me spiritueel. En dat dan elke avond om 9 uur, zodat je dan toch weet dat je misschien alleen bent fysiek, mm-hmm. maar in geest toch verbonden. Yes. En dat heeft heel erg gesterkt, omdat je dan dicht bij jezelf blijft. En het heeft ook een bepaalde kalmte gebracht, maar ook een stukje verbondenheid, mm-hmm. en saamhorigheid. En je voelde je daarna sterk? Ja, zeker. Elke meditatie voelde je ietsje sterker? Ja. Dus eigenlijk ben jij er positief mee omgegaan? Nu ook als je keek naar de berichten van het buitenland, mm-hmm. Mensen die amper konden praten en dat beangstigt best wel. Maar gelukkig heeft het in Suriname niet die vormen aangenomen. Ja. En heb ik wel meteen gekeken van hoe kunnen we dit omzetten tot iets positiefs. Mm-hmm. Die vrije tijd die er kwam eigenlijk, want na werk kun je dan niet meer op straat blijven hangen of andere dingen doen. Je gaat gewoon meteen naar huis. En dan merk je dat er thuis best wel veel te doen is. Je gaat weer opruimen. Ik heb in geen tijden gebakken, dat heb ik ook weer gedaan. Creatief bezig zijn. Vroeger hield ik ervan om kettingjes te regen, mm-hmm. dat soort dingen ben ik weer gaan doen. Een beetje schilderen. Dus meer quality time. Ja. Ja. Oké. Okay. We gaan het een beetje hebben over Villa Sapakara. Yes. Vertel in het kort, wat is Villa Sapakara? Villa Sapakara is 11 jaar terug begonnen als een kindermuseum. Mm-hmm. En we boden interactieve landententoonstellingen aan. We hebben gehad Ghana, India, China en Brazilië. Mm-hmm. En vanaf vorig jaar 2019 Suriname. Maar het doel van die tentoonstellingen is om de bezoeker in contact te brengen met de manier waarop andere mensen heden ten dagen leven. Mm-hmm. Dus als bezoekers bij ons komen, dan wanen ze zich even inwoner van het land waar de tentoonstelling over gaat. Vorig jaar
hebben we de Sranankrakti tentoonstelling geopend. Die tentoonstelling gaat over de kracht van onze natuur, onze cultuur, maar ook de kracht in onszelf. Vandaar je shirt. Ja, dat is, dat zijn de shirtjes waar ons hele team in rondloopt. En de gedachte van deze tentoonstelling is om meer waardering te creëren voor het eigene. Want pas als je ergens van houdt, dan ben je bereid om er tijd, liefde en aandacht in te stoppen. En iedereen zou dat voor Suriname moeten doen, want het is een prachtig land. Ja, klopt. Hebben jullie de tentoonstellingen moeten aanpassen en hoe? Of de werksituatie bij Villa Sapakara, is dat aangepast? We hebben zeker de werksituatie moeten aanpassen bij Villa Sapakara. Volgens mij hoorden we 13 maart dat de eerste COVID-geïnfecteerde persoon in Suriname. En vanaf dat moment hebben wij alvast de scholen van maandag en dinsdag afgezegd. Om even na te denken hoe willen wij het aan gaan pakken. Dat weekend hoorden we dat de paasvakantie vervroegd werd ingezet. We konden dus niet meer ons regulier programma draaien of aanbieden, omdat 90% van onze bezoekers nog steeds uit leerlingen van het lager onderwijs bestaat. En op het moment dat de scholen gesloten zijn, kunnen ze ons dus niet meer bereiken. Ook mocht je toen niet in grote groepen meer bij elkaar komen. Dus de scholenprogramma's hebben we stop moeten zetten. De naschoolse opvang hebben we stop moeten zetten. Voor het eerst in 11 jaar is ons paasvakantieprogramma niet doorgegaan. Dus jullie hadden een jaar planning, begin van het jaar hadden jullie een behoorlijke planning. Ja. We hebben ook regelmatig scholen uit het binnenland die de tentoonstelling komen bezoeken. En die zijn er dan een heel weekend. Dus de 13e hoorden we van de eerste besmette persoon. En de groep uit het binnenland was al aangekomen, dus we konden hun niet terugsturen. De 14e hebben we hun nog een hele dag aangeboden bij Villa Sapakara. Maar daarna is alles dus stopgezet. Daarmee loop je dus behoorlijk inkomsten mis. Klopt. En dan ga je kijken, wat kan je toch doen om middelen binnen te krijgen. En die tijd hebben we dus gebruikt om samenwerkingen te bespreken. Maar ook projecten die we al lang wilden doen, maar nog niet helemaal uitgeschreven hadden. Zo willen we bijvoorbeeld expats die bij verschillende bedrijven te werk worden gesteld, een programma aanbieden bij Villa Sapakara. Ja. Waar je eigenlijk veel over de Surinaamse cultuur en natuur bij elkaar hebt. Eigenlijk om de overgang of het wennen aan hun nieuwe leefomgeving wat aangenamer te maken. Dat hebben we nu helemaal uit kunnen schrijven. Ook activiteiten binnen de tentoonstelling waarvan we liepen. Dit loopt nog niet, waarvan we vonden dat het nog niet voor alle doelgroepen even goed liep. Daar hebben we nieuwe activiteiten voor bedacht. Dus op het moment dat we weer kunnen starten, kunnen we ook die nieuwe dingen uitproberen. Ja. We hebben de tijd besteed om samenwerkingen aan te gaan, financiële rapportages te doen, de administratie helemaal in orde te krijgen. Maar ook om bij Villa iets te doen aan onderhoud. Waar we wel gewoon mee door zijn gegaan is de ontwikkeling van een FabLab. En het FabLab bij Villa Sapakara gaat ZapLab heten. Een FabLab is een fabrication laboratory waar je innovatieve apparaten hebt staan die aangedreven of aangestuurd worden met ICT. Yes. Dan heb ik het over een 3D printer of een vinylcutter. Stel dat je een potloodje hebt, dan kun je daar gewoon timber art in laten graveren, waardoor je er een persoonlijke touch aan geeft. Yes. En het is de bedoeling dat het FabLab in september geopend wordt. En we zijn wel gewoon doorgegaan met het bedenken van het programma, maar ook de ruimte waar het FabLab komt te staan, helemaal leegruimen. Dus we hebben de tijd heel goed kunnen benutten. Bij het opruimen van de containers kwamen er heel wat items van voorgaande tentoonstellingen tevoorschijn. En unieke items. En die hebben we nu in onze kantine netjes uitgesteld. En we zijn een klein boonkoopseriewinkeltje begonnen. Wat ook al wat op heeft geleverd. De mensen die zijn komen kopen weten ook dat ze iets unieks hebben. Maar tegelijkertijd enorm het museum steunen. Ja. Dus het is een win-win situatie.
Het winkeltje staat nog steeds open. Ja, dus en wat zijn de openingstijden? We zijn er tussen 9 en 4. En waar is Villa Sapakara gevestigd? Aan de Prins Hendrikstraat nummer 17B op het terrein van ons erf. Oké, is het misschien handig dat de mensen eerst moeten bellen voor een afspraak of kunnen ze gewoon langs? Ze mogen gewoon langskomen en het alles is open en ruim. Dus besmettingsgevaar is klein en we houden ons wel aan de regels nog steeds hoor. Sanitizen wanneer het kan en een gepaste afstand houden. Maar je had het over hoe we verder gaan. Ja. Voor het FabLab hadden we eerst 1 container beschikbaar. Maar stel dat we in de toekomst met kleinere groepjes zullen moeten werken, dan heb je meer ruimte nodig. Dus nu zitten we eraan te denken om een tweede container leeg te ruimen om het FabLab onder te kunnen brengen. Oké, intussen zijn de maatregelen vanuit de overheid aangepast. Gaan jullie weer open? We zijn al een tijdje open. We hebben programma's aangeboden voor groepjes van 8. Mm-hmm. Toen je 8 mensen bij elkaar mocht hebben. Nu is het aantal toegenomen naar 50. Ja. Dus we bieden nog steeds programma's aan. Dat is wel als je een je moet daarvoor wel een afspraak maken. Oké. Ja. Oké. Wat zijn de uitdagingen voor jullie? De uitdagingen zijn dat je inkomsten misloopt, zoals ik eerder zei. Dat je creatief moet zijn om te gaan bedenken wat kunnen we wel doen om die middelen binnen te halen. Op Facebook zijn we regelmatiger bezig om vooral de jongeren die thuis zitten toch bezig te houden en meer te vertellen over de Sranan Krakti tentoonstelling. En eigenlijk op een aangepaste manier doen wat je in het verleden hebt gedaan. Oké, hoe blijven jullie nu in deze periode nog gemotiveerd? Sowieso hebben jullie al een positieve vibe, dat is geweldig. Dank je wel. Voor jullie. Ja. Echt top. Maar hoe blijven jullie nog gemotiveerd? Als je gelooft in het werk wat je doet, dan blijft dat gewoon je main focus. En weliswaar aangepast, maar er is altijd werk. Er zijn altijd dingen die je kan doen. En daar hebben wij ons op gefocust, want we zijn er nog steeds. Vooral voor de jongeren in Suriname, dat verandert niet. Niet vervelend bedoeld, maar ook een virus kan dat niet veranderen. We zijn er voor de jeugd en we gaan ons in blijven zetten voor de jeugd. Ja, op welke manier mogelijk. Ja. Tot slot, je zegt jullie gaan blijven inzetten voor de jeugd. Natuurlijk moeten de mensen, de kinderen, de updates van Villa Sapakara blijven volgen. En je mag ze nu oproepen en even aangeven hoe ze dat kunnen doen. Kijkers thuis. Villa Sapakara is open. U kan de Sranan Krakti tentoonstelling komen bezoeken op afspraak. Vanaf vorig jaar is Villa Sapakara niet alleen een kindermuseum meer, maar zijn we er ook voor de ouderen. Dus maak een afspraak en kom meer te weten over je land, maar kom het vooral ook met ons delen. Ja. Ja. Nou, Nakaya, dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Ik was blij met je te praten. En Villa Sapakara blijft leven. Zeker. Dat vind ik tof. En ja, kijkers, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Ja, de maatregelen die zijn aangepast, maar hou er rekening mee. Er zijn momenteel geen geïnfecteerde personen met COVID-19 in Suriname. Maar blijf de voorzorgmaatregelen in acht nemen. Zo ja, kunnen we ervoor zorgen dat het zo blijft. Mensen, ik wens u verder een veilige dag. Verder en tot de volgende aflevering van ATV COVID-19 Update.